Dag dames en heren. Een warme en droge septembermaand is ten einde en oktober is wisselvallig begonnen. Ook komend weekend en volgende week wordt lokaal heel veel regen verwacht. En in deze nieuwe 30-daagse video gaan we bekijken hoe lang het wisselvallige weer nog aan lijkt te houden. En dat kan best nog wel eens een tijdje gaan duren. Op de kaart achter mij zien we de luchtdrukverdeling voor volgende week. En dan zien we heel veel blauwe kleuren boven onze regio in een strook vanaf de Atlantische Oceaan richting Centraal-Europa en Scandinavië. Dat duidt op lage drukgebieden die in één lange trein over of net ten noorden van ons langs schuiven. En daarop bevindt zich ook die wisselvalligheid met soms veel buien en ook een stevige wind. Tegelijkertijd zien we boven Finland en het westen van Rusland een hoog drukgebied, waaromheen soms al wat koudere lucht voor de tijd van het jaar ten zuiden van langs sijpelt. Lokaal ook al met vorst in het oosten van Europa. Nou, daar krijgen wij dus niet mee te maken, want wij zitten hier met een zachte westelijke stroming en daar komt voorlopig dus niet heel veel verandering in. Dat zien we ook op de neerslagkaart. Veel groene kleuren boven onze regio, maar ook ten westen en ten oosten van ons. Dat is dus dat gebied met die lage drukgebieden. Veel neerslag, met name in de kustgebieden. Dat komt natuurlijk mede door het warme zeewater. Veel regen, plaatselijk wel zo'n 50 mm te veel komende week ten opzichte van het langjarig gemiddelde. En er zullen maar weinig droge dagen tussen zitten. Dat geldt wel voor de gebieden ten zuiden van ons, Zuid-Frankrijk, het Middellandse Zeegebied, Spanje en Portugal. Daar is het overwegend droog door een hoge drukgebied in die regio. De temperaturen zijn bij ons volgende week overwegend normaal. Dat is overdag een graad of 16 gemiddeld. En ook de nachten zullen niet al te koud zijn, met 8 tot 10 graden meestal. Dat is ten zuiden van ons wel anders, want in de buurt van dat hoge drukgebied boven Zuid-Frankrijk kan het 's nachts toch al flink afkoelen. Terwijl het ten noorden van ons ook onder de bewolking vaak niet veel kouder wordt dan een graad of 10. Maar de gemiddelde weektemperatuur komt dus rond normaal uit. Ik verwacht volgende week eigenlijk niet zo heel veel uitschieters. En dat zien we ook op de pluim. Weinig dagelijkse gang, weinig verschillen dus tussen dag en nacht. Overdag is het een graad of 15, 's nachts een graad of 10. En dat blijft eigenlijk aanhouden net zolang als het wisselvallige weer aanhoudt. En pas later volgende week zien we langzaamaan wat grotere verschillen tussen dag en nacht ontstaan. Nou, dat duidt op iets meer stabilisatie van de atmosfeer. De nachten kunnen dan wat kouder worden en overdag kan het zowaar wat warmer worden. Misschien zelfs wel een enkele dag richting de 20 graden. Dat zien we ook op de temperatuurkaarten voor de week daarop. Dat is de week van 11 oktober. Dan breiden de rode kleuren zich toch wat meer uit over onze regio en over het grootste deel van West-Europa. Dat duidt op een temperatuur net iets boven het langjarig gemiddelde voor oktober van 15 graden. En een enkele warme dag, dus een dag met zo'n 20 graden, is zeker in het binnenland niet helemaal uitgesloten. Het gebeurt wel vaker in oktober, het is niet heel uitzonderlijk, maar na deze wisselvallige periode zouden we dat misschien in 1, 2, 3 niet meer verwachten. Dat geldt ook voor de laatste week van oktober. Ook dan nog steeds tamelijk rode kleuren boven onze regio en zeker ten zuiden van ons. Daar komen misschien, in Zuid-Frankrijk en Spanje, komen misschien nog wel een paar zomerse dagen voor tegen die tijd. En als de wind dan even uit het zuiden waait, dan zou die warme lucht, een vleugje van die warme lucht, ook zomaar nog even ons kunnen bereiken. Nou, daarbij blijft het algemene beeld wel tamelijk wisselvallig. We zien nog steeds vrij veel groene kleuren, half en richting eind oktober boven onze regio. Dat betekent een neerslagsignaal rond of net iets boven normaal. En dat betekent buien, met name de kustgebieden, soms stevig met kans op onweer. Over het algemeen dus iets te veel neerslag, maar er zullen ook zeker droge dagen tussen zitten met geregeld ruimte voor de zon. Al met al dus wisselvallig weer in oktober, maar zo nu en dan ook heus wel een mooie nazomerdag. Ik wens u alvast een goed weekend.